Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. In deze video wil ik een vraag behandelen die ik vaak voorbij zie komen. Wanneer is de bodem er? Daar wil ik het vandaag eventjes over hebben, dus laten we snel beginnen met de video. Als ik kijk naar de laatste maanden, dan merk ik echt dat bijvoorbeeld op de Discord van de Financial Hub, maar ook in mijn DM's en op mijn e-mails, dat heel veel mensen er constant mee bezig zijn om uit te vogelen van wanneer gaat de bodem zijn. Aan de ene kant kan ik dat wel begrijpen, want als je dat gaat weten, dat zal natuurlijk fantastisch zijn, kan je precies op het perfecte moment al je geld investeren, want ja, jij weet wanneer de bodem gaat zijn. Ik krijg ook best wel vaak e-mails dat mensen echt vragen om financieel advies, dat ze echt hun situatie gaan uitleggen van ik ben zo oud, dit is mijn huur, ik heb zoveel geld en elke maand kan ik dit beleggen, wat moet ik kopen? Ja, daar kan ik natuurlijk niet zoveel mee, want ik mag geen financieel advies geven. En dat zal ik ook nooit doen, want ik wil niet voor iemand besluiten wat ze zelf met hun hardverdiende geld moeten doen. Dat is echt een eigen pakje aan. Maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel mensen op dit moment met de vraag zitten van ja, hoe ver kan het nog verder zakken? En dat snap ik natuurlijk, want als we kijken naar de laatste paar maanden, het is natuurlijk hard gegaan, want sinds wat was het, 4 januari was zo'n beetje de all-time high, is er op dit moment sprake van een daling van iets meer dan 17%. Op 23 mei was het volgens mij, hadden we zelfs eventjes in een bear market, toen kwam er wel weer een snelle bounce, dus inderdaad zitten we nu weer ietsjes hoger dan inderdaad een daling van 20%. En als je dan ook kijkt van het lage punt op, even zien wanneer was dit, was op 20 mei, dan kan je echt helemaal terug tot begin januari. Dus stel je voor, jij hebt aan het einde van december van 2020 goede voornemens bedacht voor 2021. En jij denkt, weet je wat, het is weer een keertje tijd dat ik financieel het allemaal op orde ga brengen. Ik ga beginnen met beleggen. En je kiest bijvoorbeeld voor zo'n S&P 500 ETF. Ja, dat was dus op 20 mei eigenlijk precies de dag dat al het geld dat je had geïnvesteerd, of dat nou per week of per maand gebeurde, stond allemaal in het rood. En dat is natuurlijk hartstikke pittig. Dus aan de ene kant snap ik dat mensen echt bezig zijn van wanneer gaan we nou weer omhoog? Wanneer is de bodem gevonden? Maar je moet ook weten dat niemand dat weet. Ik weet dat niet, jij weet dat niet, niemand weet dat. Dus zorg er eigenlijk voor dat je daar niet eens naar op zoek gaat. Want ik zie natuurlijk ook op YouTube, vooral internationaal gezien, dat er heel veel content wordt gemaakt over bodemvorming. Dat mensen elke dag meerdere keren hun portfolio checken. Of dat mensen op Instagram meerdere keren hun portfolio laten zien. Van het ene uur staat het zo in het rood, de volgende uur staat het weer in het groen. Ja, daar heb je niet heel erg veel aan als je bezig bent met het beleggen voor de lange termijn. En ik weet ook dat veel beleggers gevoelig zijn voor hoe het op een dag gaat. Want er zijn zat mensen die elke dag meerdere keren kijken hoe het portfolio ervoor staat. Staat het lange termijn portfolio die dag in het rood? Ja, dan geeft het een beetje een nagevoel. Staat het in het groen, dan ben je blij. En dat is natuurlijk heel erg krom, maar ik weet dat emotie daarin gewoon een hele belangrijke rol speelt. Dus als je op zoek bent naar content dat mensen aangeven, nou dit gaat de bodem zijn, dit moet je doen, dan moet je echt voor oppassen. Want we weten allemaal, niemand weet wat er volgende week gaat gebeuren, de volgende maand. Staan we volgende maand op bijvoorbeeld 3600 of zijn we inderdaad weer omhoog gegaan naar 4400? Niemand kan het zeggen. En ik kan natuurlijk ook niet zeggen, ik had heel graag gewild dat ik de enige ben in de wereld die precies wist wat er elke dag ging gebeuren. Dan was je natuurlijk multimiljardair, maar dat is niet het geval. Het enige wat ik kan doen op dit kanaal is gewoon uitleggen hoe ik het doe. Nou, je ziet bijvoorbeeld met mijn dollar cost averaging strategie dat ik elke week, of beter gezegd elke maand in de eerste week mijn ETF's bijkoop. En ik vind het ook helemaal niet erg dat we nu een daling meemaken, want dat betekent gewoon dat ik tegen lagere prijzen mijn ETF's kan aanschaffen en op de lange termijn zal ik dus daar meer van profiteren, omdat ik nu gewoon meer kan kopen. Heel eventjes tussendoor, mocht je op zoek zijn naar een broker om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro en bij Bux en voor beide loopt er een actie via de link in de beschrijving. Want bij de Giro krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 30 juni terug als je voor 31 mei registreert en dat is dan met een max van 100 euro. En als je deze video ziet na 31 mei, kan ik je alsnog aanraden om even het linkje aan te drukken. Er is een grote kans dat er op dat moment een andere actie loopt. En bij Bux krijg je bij registratie direct een gratis aandeel, wat kan oplopen tot maar liefst 200 euro. Voor beide zal er in de beschrijving een linkje staan. En als je besluit te registreren via de linkjes, maak je dus gebruik van actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken. En dat zal ik natuurlijk altijd waarderen.
En als we nu gewoon eventjes kijken van oké, hoe staat de aandelenmarkt ervoor? Nou, we kunnen natuurlijk niet omheen dat het nu slecht gaat. Want we weten allemaal dat we te maken hebben met hele hoge inflatie. De rentes moeten omhoog. Dat is nooit goed voor de aandelenmarkt. Er zijn natuurlijk heel veel supply chain problemen door natuurlijk Rusland en verschillende lockdowns in China door corona. We hebben natuurlijk op dit moment ook te maken met een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dus er is op dit moment heel veel gaande. Dus het is ook weer niet zo dat we bijvoorbeeld als de inflatieproblemen zijn opgelost, dat we meteen direct door de lucht gaan, want er zijn nog heel veel andere problemen. En wat ook niet meehelpt, dat zijn natuurlijk tegenvallende kwartaalcijfers van heel veel bedrijven in de laatste 2 maanden. Bijvoorbeeld een Nvidia heeft de cijfers naar buiten gebracht. Nou, die waren op zich prima als je kijkt naar de kwartaalcijfers die ze dus al behaald hebben. Maar het gaat er vooral om dat hun forecast, dus hun verwachtingen voor het tweede kwartaal, die zijn best wel slecht. De analisten hadden namelijk meer verwacht. Nou, dat is natuurlijk duidelijk dat beleggers daarop zullen reageren, want die kijken natuurlijk vooruit. Die kijken niet zozeer wat er nu behaald wordt of vorige maand behaald wordt. Nee, die kijken jaren vooruit. Dus als een Nvidia vanuit zichzelf aangeeft van oké, jongens, het is goed gegaan, maar de komende tijd zal het niet zo goed gaan als jullie denken dat het gaat. Ja, dan krijg je natuurlijk een flinke reactie op de koers. En op dit moment in de voorbeurs is het zo'n bijna 5% onderuit. Of geeft soms zelfs bijna min 10%. Dat was in mijn optiek ook wel een beetje overdreven. Maar het is natuurlijk niet zo dat het nu een keertje eindelijk is gedaald nadat het al hele tijd was gestegen. Want we hebben het natuurlijk op dit moment ook nog steeds over een daling van, even zien, zo'n pak een beet, nou ruim gehalveerd dus. Dus er is al sprake van een gigantische daling en alsnog kan dus zo'n Nvidia 5 tot 10% in de voorbeurs in het rood staan doordat er tegenvallende verwachtingen zijn voor de komende kwartalen. En dat heeft natuurlijk impact op de totale aandelenmarkt. Want Nvidia is natuurlijk een grote speler, dus dat heeft ook impact op bijvoorbeeld de Nasdaq. Kijk, als je het hebt over een heel klein bedrijf wat bijvoorbeeld hun verwachtingen moet bijstellen voor het komende kwartaal, ja, beleggers die maken dat niet zoveel uit. Maar als je kijkt naar de grote spelers bijvoorbeeld in de technologie sector zoals bijvoorbeeld een Nvidia, of als je kijkt naar de echte grote spelers zoals bijvoorbeeld een Apple of een Facebook of een Microsoft, als die allemaal aangeven ja de groei, we groeien inderdaad nog wel, maar zo hard als jullie verwachten dat gaat niet gebeuren, dan heb je natuurlijk een reactie op de hele aandelenmarkt. Dus de Nasdaq zal natuurlijk ook gewoon kijken naar de cijfers die Nvidia naar buiten heeft gebracht, maar vooral dat de verwachtingen voor de komende kwartaal gewoon een beetje tegenvallen. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee als we kijken naar de korte termijn voor bijvoorbeeld de Nasdaq en de S&P 500. Want de Nasdaq is natuurlijk al gigantisch gezakt, want we hebben het over een daling sinds 22 november van even zien 28%, maar ongeveer rond deze datum. Ja, toen in al die tijd dat we naar beneden zijn gegaan, ja, toen begonnen alle kwartaalcijfers naar buiten te komen. Dus het is duidelijk dat de kwartaalcijfers die allemaal naar buiten zijn gekomen, die waren op zich niet eens zo verkeerd als we bijvoorbeeld kijken naar het eerste kwartaal van 2022. Maar het gaat vooral dat heel veel bedrijven de verwachtingen voor de komende kwartalen een beetje hebben bijgesteld en beleggers vinden dat natuurlijk niet fijn. Dus dat heeft natuurlijk ook een flinke impact gehad op de Nasdaq en op de S&P 500, want de verwachtingen, ja, die zijn allemaal een beetje tegenvallend. Maar op dit moment zijn heel veel kwartaalcijfers al naar buiten gebracht, vooral van de grote bedrijven. Dus op dit moment weten we dat allemaal wel. Dus ik ben ook wel benieuwd als dus de kwartaalcijfers uiteindelijk naar buiten komen met dus verwachtingen die naar beneden zijn gehaald. En stel je voor die worden een beetje overtroffen, ja, dan kunnen we natuurlijk weer een beetje een bounce zien. Want ook al zijn dan de cijfers slechter dan ze bijvoorbeeld een half jaar geleden hadden verwacht, maar ze wisten natuurlijk al vanuit het bedrijf dat die cijfers niet zo goed zouden zijn. Dus daar wordt eigenlijk nu al mee berekend in de koers. Dus als die wat hoger uitvallen, dan kan je natuurlijk weer een bounce meemaken. Dus als ik kijk naar de komende maanden, ja, er zijn gewoon heel veel factoren die inderdaad gaan meespelen. De inflatie, de oorlog natuurlijk. We hebben het over coronamaatregelen in China, wat ook een grote impact heeft op de supply chain problemen. De kwartaalcijfers, et cetera. Dus de komende tijd zal het echt nog wel volatiel blijven. Het is echt niet zo dat we nu in één rechte lijn omhoog blijven gaan. Dus op dit moment denk ik niet dat we kunnen spreken van oké, we hebben inderdaad een daling meegemaakt van op dit moment 17% voor de S&P 500, 28% voor de Nasdaq. Ja, dit is wel voldoende geweest, vanaf nu gaan we weer omhoog. Dat kan ik echt niet met zekerheid zeggen, ik had het graag gedaan,
Maar mijn strategie die verandert eigenlijk niet en ik ben dus ook helemaal niet bezig met het zoeken van een bodem, terwijl ik weet dat heel veel beleggers daar wel mee bezig zijn. Dat heeft totaal niet mijn interesse, omdat ik weet dat het niet mogelijk is. Dus waarom dan heel veel energie eraan besteden als ik toch weet dat het een onmogelijke zaak is? Dus wat ik eigenlijk wil meegeven met deze video is dat we proberen te timen van de markt en dus hopen dat we een keertje een bodem hebben gevonden, het heeft helemaal geen nut. Dus bijvoorbeeld content zoeken die het inderdaad heeft over het vinden van een bodem. Of bepaalde mensen die aangeven van nou, vanaf dit punt, als we dat hebben bereikt, gaan we weer omhoog. Dat heeft helemaal geen zin en kan ook behoorlijk wat verliezen veroorzaken. Want als jij echt iemand gelooft die zegt oké, op dit moment hebben we een bodem bereikt, we gaan alleen maar omhoog. En als jij denkt oké, ik heb heel veel cash aan de zijlijn staan omdat ik dat wil investeren. Ik doe het in één keer en op dat moment zak ik nog eens 10%, 15% of misschien met een los aandeel wel 20 of 30%. Dan is dat natuurlijk hartstikke zuur. Dus je moet ook echt oppassen voor mensen die aangeven van dit gaat er gebeuren. Want dat kan echt niemand voorspellen. Zo, nu komen we wel weer aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.